Sportieve groet uit het Los Sportcafé. Bijna aan het einde van ons seizoen gaan we nog even terugkijken naar de topklasse. En dat doe ik hier met twee kenners aan tafel. Journalisten die daar wekelijks over schrijven. Bij mij aan tafel Kees Duist en Ido Dijkstra. Welkom heren. Jullie zijn allebei in blauw. Dat is toeval. Dat is toeval. Jullie hebben niks afgesproken? Ik heb voor ter compensatie een ontstoken rood oog. Ja. Nee, ik pak altijd het shirt of de polo of het t-shirt wat bovenop ligt. En toevallig was dat een blauwe. Oké, okay. Ja. Want even voor u als kijker, we gaan het hebben over rood en blauw. We laten wat wedstrijden terugzien die het afgelopen seizoen gespeeld zijn die bijzonder waren. Zoals de twee derbies en andere wedstrijden. U zult het zo meteen zien en we gaan nader in op de prestaties van IJsselmeervogels en Spakenburg. En met name dus de analyse van Kees en Ido. Kees, regelmatig schrijvend in de Gooi in Eemlander. Ja. Dat doe ik nu een paar jaar. Dus, en dan voornamelijk de wedstrijden van Spakenburg. Mm-hmm. Ik denk dat ik dit seizoen voor mij op 1 of 2 na alle wedstrijden, dus zowel uit als thuis, heb verslagen voor ze. En het bevalt goed. Dat is nog steeds heel leuk werk. Andere krant uit de regio is AD, Amersfoortse Courant, Ido. Daar schrijf jij regelmatig voor. Klopt. Ben je bij het AD in dienst of ben je freelancer? Freelancer. Ja. En ook het een en ander gezien van de topklasse afgelopen jaar? Vooral Spakenburg. Ja. Ik denk alleen Spakenburg zelfs. Ja. En toch ga ik jullie vragen om ook over IJsselmeervogels zinnige dingen te zeggen. Dus we gaan mee van start met IJsselmeervogels. Want IJsselmeervogels kende een hele goede start. Van de 5 eerste competitiewedstrijden werden er 4 gewonnen. En daar gaan we mee beginnen met die 4 winstpartijen aan het begin van het seizoen. Weer met een voorzet vanaf die kant met links. Lastig indraaiend en iedereen lijkt hem te missen. El Gourari weer met links indraaiend, weer lastig te verdedigen. Keeper half, maar de IJsselmeervogels invallen helemaal. De IJsselmeervogels wint met 2-0. Ja, je ziet ze de hele wedstrijd nog niet, die mannen van IJsselmeervogels. En dan na 1-2 keer raken is het zomaar 0-1. Hier is Sanchez Angulo en de voeten en dan in tweede instantie Mengerink. Nee, ja, hij wilde niet in. Tweede helft. Zelfde mensen op het veld. Van Ooyen, nee! Van Ooyen. Goeie voorzet. Mengerik, ja, daar is hij. Overzicht. Ja, dit gaat de 2-1 worden. Dat kan niet anders. De 1-2, ja hoor. Hoe is het mogelijk? Dan nog het geloof. De kopbal. Oh! Katwijk heeft domweg te veel kansen nodig. Sterling, fantastisch! Er is maar 1 helft waarop gevoetbald wordt. En dat is de helft van IJsselmeervogels. Nu dan Sanchez Angulo, de mogelijkheid. Schaap uitgeweken naar rechts. Zoekt Makitodila en die kijkt weer goed. En daar staat onze aanvoerder. Pikt zijn goal mee. Die van invaller Burgerhout. Schot wordt geblokt. En Michael de Harde denkt, nou laat ik het dan maar doen. En dat doet hij echt goed. En hij knalt de 2-0 op de borden in de 64e minuut. Blijft het 2-0 en wint IJsselmeervogels ook de 3e wedstrijd van het seizoen. IJsselmeervogels nog wel een aantal mensen die gemist worden. Bijvoorbeeld keeper Zonneveld en ook Osturik zit nog in de blessurebehandeling. Hier een mooie rush van Brian Burgerhout. En bij de eerste paal prima ingekopt. En ook een mooie goal trouwens. En die wordt gevierd. Michael de Harder gaat dit varkentje wassen. Een vrije trap. 16 meter gebied in. Keeper zijn goal uit. Van der Laar. Ja! En het is een goal. Mike van der Laar. En boekt IJsselmeervogels een prima overwinning en pakt het de koppositie weer terug in de topklasse. Ido, 3 wedstrijden, 9 punten. Er zat een verliespartij tegen GVV tussen. Daarna de RVVA uit. Van de 5 wedstrijden wint IJsselmeervogels de 4, staat bovenaan. Had je op dat moment dit verwacht van de Vogels? Dat het zo zou lopen? Nee, dat niet. Dat niet. Ik dacht wel van dit gaat wel te goed gezien selectie en kwaliteit en andere, maar... Nee, dat het zo zou imploderen, niet natuurlijk. Had je wel vooraf, je zegt dat tussen neus en lippen door, over de selectie je twijfels dan? Kijk, ik meet het dan af ook aan Spakenburg. En dan wist ik wel dat Spakenburg een veel betere selectie individueel had. Mm-hmm. Twijfels, ik dacht, dit is niet materiaal om kampioen te worden. Dat dacht ik wel, maar eerste 7, daar had ik ze
denk ik wel bij je ingeschat, ja. Ja, ja. Hoe was jouw inschatting, Kees, vooraf aan het seizoen voor IJsselmeervogels? Ja, ik doe altijd mee met een, het was zo'n voorspellingspool. Mm-hmm. Of zo'n voorspelling van, ik weet niet meer wat voor site het was. Dan moest ik een aantal vragen beantwoorden. Daar had ik IJsselmeervogels ook bij de eerste zeven. Maar ik had ze zeker niet als kampioenskandidaat, want ik vond eigenlijk dat er zeer matig was ingekocht. En ik heb in het begin van het seizoen stond ik dus ook te kijken van die goede reeks die ze na vier wedstrijden hadden. Maar toen sprak ik ook al wel af en toe mensen van IJsselmeervogels en die stonden er volgens mij zelf ook van te kijken dat ze zoveel punten hadden. En er was er zelfs één die erbij zei van die punten kunnen we misschien straks nog wel eens hard nodig hebben. Ja. En dat is toch wel een beetje uitgekomen, denk ik. Ja, want we hebben zometeen een stukje klaarstaan bij de DVS uit. Daar zitten we op 7 november, waar al wat punten zijn verspeeld. Met name Stedoco uit was een drama. Die verhalen over de dochter van de trainer en supporters, Ido, hoe is dat bij jou binnengekomen? Ja, ik heb dat vooral gelezen in onze eigen krant. En ja, dat heeft me enorm verbaasd natuurlijk. Ja, ik ben sowieso anti-geweld. Dus ik kan al niet begrijpen dat je... Hij kan de emotie van het voetbal nog wel begrijpen. En ook wel, zeg maar, als het op dat moment verkeerd gaat. De scheidsrechter doet wat verkeerd. Dat je hem dan even spreekwoordelijk de nek om wil draaien. Maar zodra je dan weer tot rust komt, dan denk ik toch altijd... joh, het is maar een spelletje, laat lekker gaan. En als je dat soms ziet, wat voor... Nou ja, rare... heftige emoties en geweldsuitingen dat het losmaakt. Daar snap ik helemaal niks van. Niks, gewoon niks. Hoe keek jij aan tegen de positie van Adelaar op dat moment? Nou, ik wil nog even terug gewoon op die dochter. Wat ik ervan begrepen heb, in eerste instantie kregen een aantal IJsselmeervogels supporters dan overal de schuld van. En er is denk ik wel één geweest die zich verbaal... in haar richting heeft uitgelaten en haar ook een stevige duw heeft gegeven. Maar wat ik vooral heb begrepen is dat ze het zelf eigenlijk heeft uitgelokt. Ook met een aantal provocerende teksten richting die supporters van IJsselmeervogels. Ja. Er zijn ooggetuigen geweest die later in de Bunschoten daar op teruggekomen zijn. Dus ik denk dat ze zelf ook een hele kwalijke rol heeft gespeeld. Ja. En, ja, die rol van Adelaar, ik heb hem na afloop van die wedstrijd dus ook gehoord. Toen ging hij ook nogal te keren over die supporters. Ja, ja. Niet al te beste bewoording. En, ik denk dat hij, ik vond het al een wonder dat IJsselmeervogels hem terughaalde. Want iedereen kent het verhaal nog wel rond Doğan Konij. De man heeft geloof ik twee wedstrijden bij IJsselmeervogels als trainer gefunctioneerd. Toen moest hij al weg. Terwijl meneer Adelaar gewoon op de tribune zat. Ja, ik wil niet te stichtelijk doen. Mijn indruk, ik kom van buiten het dorp. Ik kom uit Friesland oorspronkelijk en ik woon nu in de Bilt. Maar ik dacht altijd dat het een heel christelijk dorp was. En als er dan iets is, ik zeg maar wat, ook als zou de dochter van Adelaar de aanzichter zijn. En mensen verrot schelden, wat dan ook. Volgens mij weet je dan, als je christelijk bent, hoe je reactie moet zijn. In ieder geval niet beantwoorden met geweld. En als dat dan wel gebeurt, dat vind ik altijd verbazingwekkende in dit dorp. Dat, soms heb ik het idee dat iedereen naar de kerk gaat, maar er totaal niet naar handelt. Nou ja, iedereen is te veel gezegd natuurlijk. Het is ook goed dat je die spiegel voorhoudt. En naar IJsselmeervogels toe, de verantwoordelijke mensen hebben ook gezegd van... nou, we kunnen dit niet zo laten zitten. Wij hangen een doek op. De supporters bieden excuus aan op de training. Ja. En openlijk is dat ook door bestuur zeker uitgesproken. Maar ja, theorie en praktijk, dat gaan is nog wel... gaan niet altijd zijn. Nee. We hebben dat klaarstaan. De laatste wedstrijd bleek het achteraf te zijn van trainer Frans Adelaar. IJsselmeervogels TV maakte een afloop van die wedstrijd een interview met Adelaar. En dat hebben we gemixt met de vier goals die de Vogels toen tegenkregen. En aansluitend een klein stukje van de trainer die daarna zou worden aangesteld. De eerste 10 minuten vond ik dat we behoorlijk begonnen. En na het doelpunt dat op miraculeuze manier ontstaat... Ik heb net al gezegd, als jij er niet bij bent geweest, dan wil je het niet geloven. Dat een bal door de keeper weggetrapt wordt, 10 meter buiten de 16, tegen een eigen verdediger aan en die gaat in je eigen doel. Dan zie je de kopjes gaan hangen. Heeft de bal aan Maurice de Ruiter. Schiet op dat bal. Fantastisch binnen. Maurice de Ruiter. 44 minuten gevoetbald. Gaat Mike Arends daar vandoor. Hele mooie actie. Kan daar geven aan
Ali Akla, die gaat het 3-0 noteren. Je ziet dat de teleurstelling de overhand heeft en daardoor gaan ze minder functioneren. Overtreding weer. Mag met rood van het veld af. Ja, dat is natuurlijk ook dom van die speler om dan zo te reageren. Krijg je nog aan de praat? Ja, ik ben ervan overtuigd van wel. Dus ik... En nogmaals, we hebben hier de eerste helft na die 1-0 hebben we het compleet af laten weten. En de tweede helft gingen we met goede wil gingen we weer het veld in. Om er uiteindelijk om te strijden voor een beter resultaat. En als je dan heel kort daarna, na die hervatting van die tweede helft, een gele kaart krijgt. En je laat je er door Pinacci dan zo uit de tent lokken. En je laat je gaan waardoor de scheidsrechter een tweede gele kaart kan geven. En dan sta je met 10 man en is het echt gebeurd. Joran van Zanten, goede bal. Oh, dat past net niet. Kan Mike Arends nog bij die bal? Ja hoor! 4-0. Heb je die jongens nog kunnen motiveren? Ik heb degene wat ik gezegd heb, dat hou ik voor me. Dus dat mogen wij niet weten als supporter? Nee, ik laat jou helemaal niks aan. Oké. Dus we wilden winnen en we wilden wat neerzetten hier. De voorzet. Ja, en dan valt hij weer voor de spits. En dan uiteindelijk valt hij dan voor de voeten en dan is het de 0-1. Goeie voorzet. En daar Michael de Harder en dan is het 1-1. Ik vind dat je als IJsselmeer volgens zijnde iets moet uitstralen. Dat je iets wil. En dat hebben we geprobeerd vandaag. En dat nog niet helemaal goed ging, ja, dat kan. Maar we blijven IJsselmeervogels. Ja, wisseling van de wacht, Ido. Ruud van der Geest, eventueel wedstrijden trainer. Hoe kijk je aan tegen die trainerswissel? Van Adelaar weg. Ja, Adelaar weg. Ja, moeilijk. Ik ben sowieso per definitie geen voorstander van trainerswissels. Want er zijn onderzoeken genoeg die hebben bewezen dat alleen op korte termijn effect heeft. Dus volgens mij moet je alleen een trainer wisselen als de hele selectie zegt van... het grootste deel van de selectie zegt... met zo'n man kunnen wij niet werken. Zoals toen met Johan de Kok. Bijvoorbeeld. Ja, dat was jij toen ook niet nou zo... Ja. Maar goed, dat heeft dan wel goed uitgepakt. Maar ja, de meeste gevallen ben ik met je eens. Per definitie, ja. Daarom zeg ik het ook per definitie. Ja. Er zijn uitzonderingen natuurlijk. Pakt dat bijna nooit goed uit. En is het altijd maar korte termijn... En in deze tijd, na 3 wedstrijden al... Kijk, dat, ja. Met de Kok vond ik... Als het dan niet goed zat, dan zat het daarvoor al niet goed. Dus hadden ze hem in de zomer weg moeten doen. Dat was wat ik toen wilde zeggen. Moest even terugdenken. Ja, ja. Dat was dus na 3 wedstrijden. Dat ze dan na 3 wedstrijden doen, is verkeerd inzicht geweest. Want dan hadden ze het eerder kunnen weten. Ja, en Corneille zelfs na 2 wedstrijden. Nou, dat is helemaal absurd geweest. Want die man heeft geen eerlijke kans gehad natuurlijk. Nee. Dus dat volgens mij is het meer een gebrek aan technische visie dan de fout van de trainer in dit geval. Het moeilijke met Adelaar vind ik omdat ik daar zelf niet bij IJsselmeervogels rondloop. Dus ook niet weet hoe dat precies zat enzovoort. Dus dat vind ik een beetje lastig. Ja. Dan komt Ruud van der Geest. Die haalt uit 2 wedstrijden 4 punten. Er zijn mensen die zeggen, Kees, had Ruud niet kunnen blijven zitten? Ja, ik sta er natuurlijk ook een beetje vanaf de buitenkant heen aan te kijken. Maar daar heb ik me eigenlijk wel over verbaasd. Er is een jongen van de club die daar al jaren rondloopt. Ook weet wat er speelt en leeft. Die het met name de steeds Spakenburg heel goed gedaan heeft. Want ze won het om met 3-1. En de eerste helft na die snelle 1-0 zijn ze toen... redelijk weggespeeld. Alleen je moet dan wel scoren. Dat gebeurde dus niet. En ik vond het eigenlijk heel vreemd dat hij, in ieder geval ook dat hij toen Sander van der Heijden werd benoemd, dat hij er ook niet op de een of andere manier bij kon blijven. Of dat hij, misschien wou hij dat ook zelf niet. Dat is me niet helemaal duidelijk geworden. Maar ik had dat als IJsselmeervogels zijnde wel gedaan. Omdat Sander van der Heijden, ik denk met name de eerste maanden ook heel veel problemen heeft gehad. Ja, want Ido, de spelopvatting van IJsselmeervogels werd wat meer naar voren. Werd naar voren druk gezet. Wij zijn IJsselmeervogels, aanvallend spelen. En het leverde niet de gewenste resultaten op. Nee, het was wel heel opportun natuurlijk om dat te gaan roepen. Natuurlijk, vanuit het verleden snap ik dat. Maar ja, je moet volgens mij als trainer eerst kijken wat voor spelers heb ik en
past dat erbij. Ja. En ja, je kunt wel redeneren, wij zijn een club, maar het zijn niet de spelers uit het verleden. Dus je moet met het heden dealen. Dat vond ik een tikkie opportunistisch, hoewel ik op zich voorstander ben hoor, voor aanvallend voetbal, hartstikke leuk. Maar op dat moment hadden ze punten nodig, dus ja. En dan heel lang is de vraag geweest, als we maar bij de eerste zeven komen. Maar steeds vaker werd de vraag gehoord, als we het maar redden, Kees. Zag jij IJsselmeer wel zelfs naar de degradatiezone verschuiven? Serieus? Ja, op een gegeven moment wel, ja. Want ik, ondanks wat ik net zei, dat ik had voorspeld dat ze bij de eerste zeven zouden komen. Dat kan ook niet anders natuurlijk voor zo'n club met zo'n traditie. En erelijst. Het voetbal werd eigenlijk toch steeds minder. En ja, ze hadden op een gegeven moment, volgens mij voor de winterstop, of direct na de winterstop, ook een reeks nederlagen. En met name ook thuis konden ze het tegen geen enkele ploeg eigenlijk bal werken. En wat me ook opviel was het enorme aantal gele en rode kaarten. Dat is toch een teken van dat je kwaliteit tekort komt in mijn ogen. En dat ze het toch nog gered hebben. Dat had ik dan weer. Ik had niet verwacht dat ze echt serieus in degradatieproblemen zouden komen. Maar voor mij was het al wel snel duidelijk dat die eerste zeven dat een heel moeilijk verhaal zou worden voor ze. Ja, ja. Goed, we gaan naar onze volgende wedstrijd. Want die hebben we klaarstaan. De eerste derby van het seizoen werd gespeeld niet op 5 december. Die werd naar voren gehaald. En het was 21 november ook de wedstrijd waarin Ruud van der Geest bij IJsselmeer Vols de trainer was. Ingreep van de Laar. Op Michael de Harder. Michael de Harder, ja, dat is geen buitenspel. Daar komt Mike van der Laar is voorbij. En wat doet de scheidsrechter? De scheidsrechter geeft een penalty. De verdediging van Spakenburg wordt hier zoek gespeeld in een rode kaart. Mike van der Laar. En Mike van der Laar scoort niet. Mike van der Laar schiet de bal naast. IJsselmeervogels, net zoals vorige week tegen Excelsior Maassluis. Een overdonderend begin. Dat is ook wat Ruud van der Geest zijn team wil meegeven. Dan is hier een goal. Oh, dan is het een goal. In de vijfde minuut. Dan komt Spakenburg aardig uit. Wordt de diepte gezocht bij Kees Tol. En die raakt de bal helemaal verkeerd. Hij moest de bal wel snel aantippen. Dan levert Tony Tol zomaar de bal in. Dan kan Kees Tol er vandoor. Kees Tol heeft daar de ruimte. Kees Tol speelt de bal te veel voor zich uit. En Tony Tol zal zijn doelman dankbaar zijn. Mike van der Laar helemaal vrij. Mike van der Laar kan hij op het duel beslissen. Nee! Probeert de bal bij Benson te krijgen. Osturk. En dan gaat de bal maar net over de goal. Gevaarlijke situatie daar voor de goal van Barry Dietewig. Kan het? En nu Benson. Benson ziet daar de vrijheid waar Brian Burgerhout. En dus Brian Burgerhout die scoort. Ja, Spakenburg moet ruimte laten. En is het dan hier een beslissing in deze wedstrijd? Nog een keer buitenhuis. Ziet daar Jordi Stroker. Jordi Stroker, wat een mooie goal zeg. Jordi Stroker. We zitten nog in dezelfde minuut. En Spakenburg steekt de wedstrijd toch weer aan. Van der Laar. Dan is het nu Michael de Harder. Levert de bal in bij Benson. Hij zal toch nu wel een keer scoren? Ja hoor. Een onmisbare kans wordt hier gegund aan Fred Benson. En wat is die blij, Benson. Daarmee is het IJsselmeervogels dat omhoog weer kan kijken. Met goed gevoel de nieuwe trainer Sander van der Heijden tegemoet kan zien. Kees, die wedstrijd van Spakenburg ging verloren. Even terug, ja. De eerste periode was voor Spakenburg. Ja. Na 10 wedstrijden, heer en meester. Ja. Was dit een ongelukkig saalo voor omstandigheden? Snel een rode kaart? Dat denk ik wel. Ja. Normaal gesproken, die kaart op zich vond ik ook heel terecht. Want normaal gesproken krijg je bij die Karmans alleen een kaart. Dan moet je iemand vermoorden, denk ik, tijdens de wedstrijd. Want hij geeft zelfs liever helemaal geen geel. Nou, dat heb ik wel eens eerder verteld. Maar ik weet niet wat ze de eerste 10 minuten aan het doen waren. Maar dat had totaal niets met voetballen te maken. Maar daarna hebben ze zich geweldig hersteld. Alleen meneer Tol die weigerde om twee enorme mooie kansen zeg maar, te verzilveren. Ja. Dat zal hij ook niet expres gedaan hebben. Maar normaal gesproken schiet hij die ballen weer in zijn goede oude tijd, zeg ik maar even. Ja.
er gewoon in. Ja, ja. En nu valt hij het weekend. Ido, Spakenburg ging het seizoen beginnen met daarbij de uitgesproken verwachting. Wij gaan voor het kampioenschap. We hebben de beste selectie. Wat vind je met terugwerkende kracht van die uitspraak? Nou, op zich terecht, want dat was ook gewoon zo. Dus en ze hadden zich versterkt weer. Dus ik denk dat dat wel terecht is. Ik denk dat ze op dat moment geen idee hadden van hoe die mentale zwakte, want dat is het volgens mij geweest uiteindelijk, zich zou uiten. Ja, mentale zwakte. Dat is een cruciaal punt waardoor Spakenburg dan verderop in het seizoen niet gered heeft. Dat denk ik wel, al hoor ik ook wel geluiden dat het op een gegeven moment heel lastig werken was door allerlei dingen op de achtergrond die speelden vanuit de technische staf, spelers die in één keer niet meer terug mochten komen, Dominique Scholten in dit geval. Ja, al in een periode dat het is een redelijk wisselvallige ploeg. Was het jaar daarvoor natuurlijk ook al. En zelfs in het kampioensjaar hebben ze best wel... Ik heb Spakenburg eigenlijk nog nooit een wedstrijd helemaal 90 minuten zien domineren. Ze waren wel vaak beter en dan wonnen ze zeker op basis van individuele kwaliteit. Maar nooit echt als ploeg dat je denkt van zo, dat gaat een hele wedstrijd gewoon... En nu werden die fases steeds groter en langer dat het in één keer inklapt. En dan komt het ook in één keer weer goed zijn, heel vreemd. Mee eens, Kees, want Spakenburg kwam 18 keer op een 1-0 achterstand. Ja, dat klopt. Ik ben het ook helemaal eens met wat Ido zegt. Want ik heb wedstrijden, laat ik bijvoorbeeld de wedstrijd tegen Sneek als voorbeeld nemen. Die ze thuis met 8-1 wonnen. Ja. Na een kwartier had dat gewoon 0-3 kunnen staan. Toen kwamen ze drie keer alleen voor de keeper. En Spakenburg kreeg drie kansen, die gaan er alle drie in. Toen kreeg Sneek vlak voor rust weer twee enorme kansen. Maar uiteindelijk wordt dat gewoon 8-1. Dus dat van die fases, dat het helemaal niks is. En fases waarin het geweldig loopt, dat klopt als een bus. En zo zijn er nog wel een tal van wedstrijden op te noemen. En ja, je zegt het net zelf al. Ze zijn met name voor de winterstop kwamen ze... dan werd het nog wel rechtgetrokken. Maar ze kwamen toch elke keer met de 1-0 achter. En ik heb het nog niet gehad over het aantal tegendoelpunten. Maar als je daarna gaat kijken, dat zijn er geloof ik meer dan 50 geweest. Dat is het aantal van een degradatiekandidaat. Ja, ja. Kijk, dan hebben ze wel het aantal doelpunten voor, wat dan wel past bij een kampioenskandidaat. Maar het begint toch bij het verdedigen en dan begint het voorin. En dat was voor mij dit seizoen vooral... ik heb dus met stijgende verbazing naar de optredens elke week zitten kijken van... met name Tol van de Meijer, Kees Tol van de Meijerakker en Sargon Gorie. Want er waren gewoon wedstrijden bij waarin ze echt de kantjes ervan afliepen. Maar daar komen we straks waarschijnlijk nog wel even op. Ik heb in mijn leven, denk ik, nooit eerder een ploeg gezien die binnen een wedstrijd zo'n groot verval kan hebben. Van goed naar slecht en ook weer omgedraaid. Ja. Ik heb volgens mij een keer geschreven dat het een schizofrene ploeg is, bijna. Ja. Weet je, het kan echt gewoon... Kan ik me nog herinneren, De ene helft goed, dan weer slecht. Of zelfs binnen een helft. Ik bedoel dat het om de week wisselt, dat is nog te verklaren. Andere tegenstander, andere tactiek enzovoort. Maar binnen een wedstrijd is dat gewoon heel vreemd. Ja. Nou, we pakken een wedstrijd waar Spakenburg excelleerde. Tot aan de winterstop waren het Kozakken Boys en Spakenburg die bovenaan stonden. En later die twee ploegen elkaar nog net hebben getroffen na de winterstop in Werkendam. Die wedstrijd pakken we de hoogtepunten even vandaan. De Kozakken Boys trekt brutaal ten aanval en vindt meteen Sherwin Grot. Dreiging van de ex-GVV'er. Wijzingen van Twisker voor Nick Tol. De hoekschop van Kees Tol. Een kunst en vliegwerk voor het doel van Kozakken Boys. Kees Tol met opnieuw de voorzet. Ames Guillou verlengt bal op de lat en daar is Sanders. En dan is het wel 1-0. Stroker. Lanting. Michael Lanting, Nick Tol. Oh, wat een mooi doelpunt van Nick Tol. Wat een weergaloos doelpunt van Nick Tol. De paas van Lanting is heel goed, maar wat Nick Tol hier doet is bedoeld, is met opzet en is briljant. Het is 2-0 voor Spakenburg. Wat een fantastische goal van Nick Tol. De Zakkenboys moet dus nu wat gaan doen. En daar is al je schut en daar is Sherwin Grot. Bijna, maar bijna is helemaal niet. Wij kan zijn neus geopereerd. Overtreding van Sanders op Lukoki. En Sanders had al geel. En Karremans trekt geel voor deze overtreding.
En kan dit dan de ommekeer zijn in de wedstrijd als Spakenburg naar de rode kaart voor Tim Sanders verder moet met zijn tienen. Zoekt het naar mogelijkheden. De missen van Oostinje, de kans van Jomas Bilek en de redding van Dieter Wig op Draganovic. Fout oordeel door Jongenhelen, Draganovic nog steeds. Nog steeds Adi Draganovic, wat mag die ver komen? Adi Draganovic en 0-3. Wat een doelpunt zeg! Kozakkenbos dan nog met een vrije schop. Jonge Neel is de man die hem neemt en die bal die raakt de paal. En daar mag Spakenburg van geluk spreken. Hij is de winnende trainer en hij maakt zijn spelers naar de supporters. En die vieren het feestje met de fans. Spakenburg wint de topper in Werkendam. Volkomen verdiend met 3-0. Een excellent Spakenburg. Dat wordt de kampioen, was de verwachting. Na die wedstrijd dacht ik dat ook. Wel, ja, vooraf gaf niemand Spakenburg veel kans, omdat het daarvoor al een beetje wisselvallig was. Ja. En als ik het niet mis had, zat Kozakken Boys er wel redelijk in toen. Maar ja, deze wedstrijd was ook, nou ja, wat ik net zei, het is nooit 90 minuten lang goed geweest, maar dit was toch wel zeker 70 minuten echt heel goed. Ik denk de beste wedstrijd van het seizoen, denk ik. Ja, Casey weet het misschien nog beter. Ja, echt alles van begin tot eind gezien. Maar dit is ook weer een wedstrijd. Dat klopt wel wat Ido zegt. Met name de eerste helft, toen werden ze eigenlijk min of meer wel van de mat gespeeld. Mm-hmm. Met heel goed voetbal. Maar na 20 minuten in de tweede helft, toen gingen ze een beetje alles of niet spelen, Kozakken Boys. En toen hebben ze toch nog wel, dat weet misschien bijna niemand meer, maar ik heb het dan wel eens met de TC erover gehad. Volgens mij kreeg Kozakken Boys nog heel veel kansen. Het had ook zomaar nog, klinkt misschien heel raar, maar het had ook zomaar nog 2-3 of 3-3 kunnen worden. Want ja, ze kregen kansen bij de vleet. Dus ook toen waren er weer fases dat het, met name dan de laatste 20 minuten, dat het weer op en neer ging. Ja, heeft die wisselvalligheid dan ook te maken, want het wordt nu een paar keer gezegd, te maken met het gemis aan Nick Ripson, een goede verdediger en een goede leider, Ido? Ik denk eerder een goede leider dan een goede verdediger, want goede verdedigers hadden ze best. Mm-hmm. Ik bedoel, Sanders uitstekende verdediger, Oostinje kan er staan, zelfs Buitenhuis is mm-hmm. prima, centraal. Ja. Forstemans is ook geen verkeerde. Nou, de backs ook niet en die waren niet zo heel anders dan voorgaande jaren. Ja. Dus ik denk dat Ripson qua leiderschap, dat hoor je ook van mm-hmm. iedereen, dat die wel heel erg gemist is het afgelopen seizoen. Ja, ik kan er ook hier wel even op inhaken. Kijk, op een gegeven moment werd Ismael Forstemans de aanvoerdersband ontnomen. Ja. En toen was er eigenlijk een aantal mensen wilden toen Barry Dieterweg als aanvoerder hebben, maar die had daar zelf helemaal geen interesse in. Toen is Michael Lanting aanvoerder geworden. Nou, ik weet dat hij er alles aan gedaan heeft om de ploeg alle interne conflicten, noem maar op, dat hij er alles aan gedaan heeft om die ploeg bij elkaar te houden. En dat hij heeft geprobeerd om dus dat zo goed mogelijk te vervullen, maar ook op zijn spel kwam er op een gegeven moment kritiek omdat hij wel eens een bal dan inleverde. Maar hij was wel een van de weinigen, vond ik, na de winterstop, die dus altijd inzet toonde. En dat kan ik van bepaalde spelers toch echt niet zeggen, want ik vond het echt beschamend wat die spelers hebben laten zien. Ja, want dit was een prachtige wedstrijd van Spakenburg. Daarna ging het thuis tegen Capelle mis, verlies bij Barendrecht uit. Ja, eerst Barendrecht uit. Dat was ook een wedstrijd waarin ze dus helemaal zoek gespeeld zijn. Waarin er ook gewoon een stuk of 3-4 jongens meededen. En ik zal niet op namen ingaan, maar iedereen weet denk ik wel wie daarmee bedoeld worden. Die er dus gewoon helemaal niets aan deden. En toen kregen ze Capelle thuis. Ja, dat was dan nog wel een wedstrijd waarin hartstochtelijk werd gestreden voor een goed resultaat. Die verloren ze dan wel. Maar qua kansen had Spakenburg die wedstrijd gewoon moeten winnen. Maar toen heb ik me weer vreselijk geërgerd aan de invalbeurt van, dat weet misschien iedereen wel, van Danny van der Meijerakker, waar heel veel om te doen was. Want volgens mij duurde het 12 minuten voordat hij eindelijk eens klaar was en voordat hij dus in kon vallen. Ja. Ja. Als ik trainer toen was geweest, dan had ik hem na 1 minuut had ik hem naar de bijvelden verwezen voor een hele grote straftraining. Ja. Dat wordt ook een beetje Ido verweten naar Spakenburg, van naar de trainer en de TC. Als je iemand straf hem dan goed. Niet half bakken,
Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja, dat hadden ze misschien moeten doen, inderdaad. En dat moment van Danny van der Meijrak, ik was daarbij ook. Ja, dat zag je van, ik zat boven op de tribune, geloof ik. Ja, je kon aan alles zien dat hij er geen zin in had. Ja, ja. En dat hij er met de pet naar gooide van zijn loopje in vooraf tot in de rust. En het moment dat hij erin moest komen. Ja, en hij zelfs moest toen invallen omdat Peter de Lange die raakte geblesseerd. Ja. Dus hij moest toen invallen. En hij speelde? Maar daarvoor, ja. En hij deed echt niks. Gewoon. Nou, maar ja, hij heeft ook helemaal niks goed gedaan. Ik weet niet hoe lang het. Hij heeft nog wel aardig. Ja, het was heel kort en hij weigerde gewoon een spelletje te trekken. Dus, hij zat dus op die bank, omdat hij dus een. Er was een conflictje geweest, training met een andere speler. En daarom was hij dus disciplinair geschorst. Maar in mijn ogen, als je iemand disciplinair schorst, dan ga je hem niet op de bank zitten, want dan moet je in mijn ogen in de tweede gaan spelen of helemaal niet spelen. Ja. Dus ik vond het al een wonder dat hij op die bank zat. En als je dan ziet hoe hij dus invalt, waarschijnlijk heel ongemotiveerd omdat hij misschien niet eens was met die straf. Ja, ik heb daar echt geen woorden voor. Nee. We gaan even naar een andere wedstrijd. Waar het bij Spakenburg ook misging was uit in Veenendaal bij GVVV. En opnieuw Danny de Leeuw. Met de voorzet, Pilon is daar, Pilon, daar is Ter Schegert en dan is het 1-0 voor GVVV. Dat is al na 9 minuten. Zien dan als een uitval van Spakenburg. Maar Van der Meijrakken verliest van Bonke en Ter Schegert. Pilon. En zijn inzet net naast. Slecht verdedigd van Draganovic. Gaudier met de voorzet, het slechte wegwerken en de inzet van der Meijrakken, Jansen. Van Eck, Pilon en Den Hartog. En Pilon gaat en Den Hartog heeft dat gezien. Dit is een hele goede bal van Wilco Den Hartog. En deze van Pilon ook. Zo doe je je aankomende ploeg pijn. Hier is de kans voor invaller Heesakkers. Hij is Dietewig kwijt en Sanders op de lijn. En zij kijken somber en met recht. Want GVV blijft de veel betere ploeg. Je zou niet zeggen dat zij de nummer 7 waren en Spakenburg de nummer 4 voor aanvang van de wedstrijd. Hier is weer Heesakkers weg. Hier is die weer Dietewig voorbij. En hier ligt weer Sanders in de weg. Martin van Eyck doet het zo en vindt Den Hartog. Den Hartog, nou daar komt de 3-0 en daar komt de 3-0 niet. Van GVV dat met 2-0 wint van een slap Spakenburg. Kees, je had deze wedstrijd aangevraagd. Ja. Waarom? Ja, omdat dit eigenlijk het meest schrijnende voorbeeld is van het Spakenburg van het afgelopen seizoen. Omdat ik daar dingen heb gezien die, je mag toch wel op zijn minste inzet verwachten. Je kunt slecht spelen, maar je mag altijd wel inzet verwachten. Maar ik heb daar dingen gezien die ik de afgelopen jaren nog nooit bij Spakenburg gezien heb. En er liepen gewoon spelers in het veld die er helemaal niets aan deden. Ja. En die namen hebben toen ook allemaal in de kranten gestaan. Dus ik vind het ook te veel eer voor ze om die namen te noemen. Ja. Maar ik vond het echt Dan gaan we naar de trainer. Want er is toch een trainer, Ido, die dat allemaal in goede banen moet leiden? Zeker, Jochem Twisker. In mijn ogen een goede trainer en zeker een oprecht mens. Inderdaad, dat is hem niet gelukt. Al heeft hij wel volgens mij van alles geprobeerd. Nou hoor ik ook wel vanuit de spelersgroep. Die verse bronnen, dat ook de technische leiding een beetje door het beleid van de trainer een beetje is gaan zich er in ieder geval in is gaan mengen, waardoor ook de autoriteit van Jochem Twisken een beetje ter discussie werd gesteld of in ieder geval werd verzwakt. Ja. Ik denk dat ook niet handig is gegaan als ik dat zo hoor. Ja. Was je op een gegeven moment nog bang dat hij misschien daaruit zou gaan? Dat heb ik zelfs gedacht. Ik dacht, ik bedoel, ik ken hem niet zo goed, maar ik dacht, dat lijkt me wel iemand die dat dan gewoon, die denkt van ja, dit is me de eer te na en dan zou het hem een paar centen kosten. Ja, dat doet hij wel. Maar. Want ik weet, ik heb de afloop gesproken van Kozakken Boys. Ja. Hij gaf aan van, de ploeg heeft mij niet laten vallen. De ploeg komt voor me op. De ploeg wil met mij. Hè, net de vorige tijd gehoord dat hij weg moest. De ploeg wil met mij het kampioenschap gunnen. En daarna hoor je heel vaak, de ploeg heeft me in de steek gelaten, Kees. Ja, daar hebben ze zich keurig aan gehouden. Dat zeg ik dan heel cynisch. Want alleen tegen Kozakken Boys hebben ze dat dan laten zien. Toen met die uitlating inderdaad, die kon je overal teruglezen.
Ja, en daarna hebben ze misschien tegen Capelle nog een goede wedstrijd gespeeld. En ik denk nog tegen Hardenberg thuis, ja. Aan het eind van het seizoen. Ja. Maar dat hebben ze dan op geen enkele manier waar kunnen maken. Nee. Nee. En even terugkomend op die wedstrijd tegen GVV. Jochem heeft na die wedstrijd inderdaad met de gedachte gespeeld om zelfs zijn contract in te leveren. Ik denk dat hij dat niet had. Hij heeft dat later in de media heeft hij dat verklaard. Dat het, dat er waren, ik weet niet hoeveel wedstrijden toen nog spelen waren. Een stuk of acht geloof ik of zo. Ja, dat hem dat veel geld ging kosten. En dat dan voor hem, en ook op aandringen van de TC, want die wilde eigenlijk ook niet dat hij de club dan zou verlaten. Ja. Dus toen hebben ze toch maar besloten om door te gaan. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat hij na die wedstrijd tegen GVV er helemaal klaar mee was. Ja. En ik weet ook niet of hem ook heel veel van. Ik denk ook dat hij, net wat Ido net terecht opmerkte, er zelf alles aan heeft gedaan om het om de zaak weer in het gareel te krijgen. Ja. Maar als je met jongens te maken hebt die gewoon niet willen, of die weigeren om ook maar één stap te verzetten in het veld, laat ik het nog heel netjes uitdrukken, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Ja. Op dat moment, we schuiven door naar april, kampioenschap uit beeld voor Spakenburg. Tweede divisie uit beeld voor IJsselmeervogels. En dan komt daar de derby. En dan gaan we naar kijken. De laatste derby van rood tegen blauw bij Spakenburg. Dat wordt gemaakt waarschijnlijk aan het einde van dit seizoen. En dan kan Mike van der Laar doorgaan. Twee IJsselmeervogels spelers tegenover drie verdedigers. Vindt toch de vrij Benson. Fred Benson. Is dat een doelpunt? Is die goed? Ja, dat is een doelpunt. Hier krijgt hij de bal. Sargon Gurrie. Oeh, grote kans. Wel Danny van der Meijerakker. Van der Meijerakker. Zonneveld kiept dan goed. Maar de bal is nog niet weg. De Lange kopt de bal maar net over de goal. Tony Tol gaat door. Tol. Komt de bal bij Van der Dikkenberg. Wat een kans zeg voor. Tol, ja, dat is een goal. Het is Michael Lanting die daar. En wat een euforie bij de havenzijde. En er zit Spakenburg dichtbij. Op dit moment wat paniek bij IJsselmeervogels. Daar is het Lanting. Die bal gaat maar net naast. Bakker Zodila. Ja, die is snel. Bakker Zodila met de snelheid. Grote kans voor IJsselmeervogels. En nog steeds is die bal niet weg. Redding. Vrijtrap van Keestol. Komt de bal in de goal. En dan gaat de bal van de doellijn gehaald. Dan ook in de 16 meter. Tom Oosteen. Maakt daar een beweging. Wat doet Tom Oosteen? Legt de bal op Nick Tol. Oh, dat is een terugspelbal. Jongen. Bij het resultaat teleurstellend. Het spel ook teleurstellend. Eerste helft vond ik onze. Ja, daar hadden we alles onder controle. En ik we hebben eigenlijk niet echt wat weggegeven. Dat we die kwaliteit ook ontberen. Naast dat we onvoldoende elkaar steunen in een elftal. En bereid zijn zaken voor elkaar op te lossen. En je ziet de 0-1 die ontstaat wel uit het moment dat Mike wel rustig is aan de bal. Ja, en dan moeten ze uiteindelijk uitstappen. En daardoor komt Fred vrij. En hij gaat er wel gelukkig in, dat snap ik wel. Maar het traject daarvoor. Ja, zo rustig moet je zijn aan de bal. Sander van Heijden, Ido, zien we volgend jaar terug. Bij Spakenburg komt Hans van der Haar. Wat voor trainer zal dat worden? En zullen er veel dingen anders gaan dan bij Spakenburg? Nou, hij kondigt zelf aan van wel. Nou, hij heeft veel succes. Dus wat dat betreft kan hij met zijn cv zwaaien en zeggen van je kan er wel wat van. Ik heb hem een keer gesproken, net toen hij werd aangesteld. Toen vond ik hem wel een beetje vreemd, want hij wilde dan Jochem erbij betrekken als assistent. Ja. En toen probeerde hij mij wel een beetje te gebruiken, had ik het idee, om dat in te zetten. En ik hou daar zelf niet zo van, weet je. Wees liever gewoon op, recht door zee en dat is voor mij voldoende. Ik heb wel eens een beetje het idee dat, ja, dat schijnt dan in het voetbalwereldje gebruikelijk te zijn, dat er allerlei spelletjes worden gespeeld om dan jongens op scherp te zetten enzovoort. Volgens mij werkt dat altijd maar heel kort. Maar goed, misschien ben ik wat te voorbarig. Ja. Want ik bedoel, hier staat zelfs een artikel, Superboer, succestrainer. Ja. Ja. Hij heeft Linde, heeft hij van niks, heeft hij heel wat gemaakt. Dus dat kan geen toeval zijn. Krijgt Spakenburg een succestrainer? Ja, ik hoop voor Ido dat Hans ziet dat die uitzending kijkt. Want enige rancune is hem niet vreemd. Dag Hans. Maar
Ja, ik ben van mening dat ik hem aardig goed ken, omdat hij ook als speler bij Spakenburg heeft voor voetbal. Mm. En ik heb dan al afgelopen periode al aardig contact met hem gehad. Ik heb ook een aantal wedstrijden van Linde gezien, die kampioenswedstrijden. En ja, het is inderdaad niet mis wat er in dat interview in de VI allemaal staat, maar hem kennende, denk ik ook dat hij het allemaal, of tenminste voor een groot deel, ook gaat waarmaken. Want hij heeft daarin dus dingen gezegd over het aantrekken van de discipline. Over zijn trainingstijden bijvoorbeeld. Hij zal heel lang en intensief gaan trainen. Dat heeft hij bij Linde ook gedaan. Ja, maar je kunt ook niet zeggen dat zijn werkwijze niet tot succes. Want als ik zie met wat voor budget hij, met hele beperkte middelen, heeft hij daar dus geweldig gepresteerd. Want die laatste wedstrijd tegen Maassluis, die hadden ze ook gewoon moeten winnen. Alleen ze hebben thuis het af laten weten. Maar ik denk dat bepaalde heren bij Spakenburg hun borst nat kunnen gaan maken. Want ze zullen niet weten wat ze hebben meegemaakt. Ook naar Spakenburg en IJsselmeervogels. De trainers hebben best wel hun verantwoording op dit moment. Want waar de supporters ongelooflijk op afgeknapt zijn, zowel bij rood als bij blauw, is dat de broodvoetballers er vaak met de pet naar gooien. Enorm teleurstellend. En dat heeft toegeleid dat heel veel mensen ook zijn afgehaakt. Die gingen niet meer kijken, Ido, naar hun club. Ja. Ja, maar goed, dat is natuurlijk al tijden zo dat het broodvoetballers zijn. Want als je met jongens uit het dorp alleen moet doen, dan kom je... zo lijkt bij Heemdijk of zo uit. Want nou, het kan wel. Tenminste, als je Excelsior Maassluis als voorbeeld neemt. Die hebben dus een aantal heel veel zelf opgeleide spelers. Dan weet ik niet of ze allemaal uit het dorp of uit Maassluis zelf komen. Maar dat is dan wel een unicum. Want het, in principe kan het, of Jeroen Rijsdijk is gewoon een hele goede trainer. Dat ik trouwens zeker niet betwijfel. Maar als je naar de broodvoetballers kijkt, ik denk wel dat het een hele grote rol heeft gespeeld in het falen van Spakenburg van dit seizoen. Ja. Maar goed, kan het anders? Hadden ze dat niet gedaan, dan hadden deze twee clubs waarschijnlijk niet structureel op dit niveau gestaan waar het nu staat. En als het dan incidenteel een keer fout gaat met die broodvoetballers, moet je dat blijkbaar op de koop toenemen. Ja, of kun je zeggen van, we gaan terug. Ja. En accepteren dat het niveau in zijn geheel lager wordt. Of je moet jongens die dus echt wangedrag vertonen, die had je misschien dan weg kunnen sturen. Kijk, Jan van Dieren heeft in het verleden, om twee bekende voorbeelden te noemen, Rikkie van den Berg en Riley Ignacio, die zijn ook weggestuurd. Nadat ze zich disciplinair hadden vergaloppeerd. Ik weet niet of dat nu ook had geholpen. Hans van der Haar heeft bij Linde, om nog even die naam te noemen, afgelopen seizoen, 4 of 5 spelers weggestuurd wegens wangedrag. Maar dan moet ik erbij zeggen dat ze bij Linde niet met echte contracten werken, zoals bij Spakenburg en IJsselmeervogels. Dus het kan daar allemaal wat makkelijker. Dus als die volgend jaar in die situatie zou komen, weet ik niet of dat dan weer zo makkelijk zal gaan. Daar gaan we het volgend jaar ook over hebben. We gaan nog even kijken naar dit jaar. Natuurlijk een knipoogje vast naar volgend seizoen hoor. Want het heeft een stand opgeleverd. Na alle wedstrijden in de topklasse was dit de stand. En Excelsior Maassluis, we zeiden het net al, de kampioen. Stond die, Ido, in jouw lijstje van 7 verenigingen? Denk het niet, nee. Nee. Bij jou ook eens? Bij mij absoluut niet. Nee, dat hoor ik heel veel. IJsselmeervogels stond er bij velen wel in. Is het verder een verrassend zevental voor jou? De grootste verrassing staat natuurlijk bovenaan. Ja. Maar wat opvallend is natuurlijk dat op de laatste speeldag nog 3 kampioen kunnen worden. Mm-hmm. Ja. En ook dat de hekkensluiter gewoon best wel wat punten heeft verzameld. Dat geeft wel aan natuurlijk dat die topklasse, dat de verhoudingen echt ontzettend dicht bij elkaar liggen. Nou, ik denk dat iedereen op een gegeven moment dacht dat Katwijk kampioen zou worden. Ja. Maar die verloren er toen 2 achter elkaar. En als ik nog even terug ga op die wedstrijd tegen GVV, die Spakenburg daar dus beschamend verloren. Zelfs na die nederlaag. Als je het allemaal, achteraf is het allemaal makkelijk te beredeneren natuurlijk. Maar zelfs na die nederlaag had Spakenburg nog volop kans op het kampioenschap gehad. Omdat Katwijk die week daarop verloor en die week daarop volgens mij weer. Ja. Dus als ze toen bij de les waren geweest, dan was er in feite nog niets aan de hand geweest. Ja. Maar het spel werd elke week slechter.
Goed, dat was de topklasse dit jaar. We hebben 6 jaar topklasse gehad. Wat waren dan de kampioenen en hoe kijken we dan terug naar die topklasse? Het begon onderaan, ziet u staan, 2010, 2011 met IJsselmeervogels. En dan schuif omhoog Spakenburg, Katwijk, weer Spakenburg, Kozakkenboys, Excelsior Maassluis. En kijk rustig naar de punten die gehaald zijn. Ido, jij schreef laatst een artikel in de krant over de topklasse. Terugkijkend naar de topklasse, de historie, 6 jaar. Hoe kijk jij terug op de topklasse? Ja, prachtige competitie geweest. Ik ben hem zelf vanaf 2012, 2013 denk ik, voor mijn werk dan vooral gaan volgen. Ja. En nee, prachtige wedstrijden, goede sfeer, goede voetballers. Kees Tol heeft dat gezegd, van het brengt een beetje het beste van beide werelden bij elkaar. De profvoetbalwereld, in de zin van de goede voetballers die, nou ja, of het net niet halen of lekker af willen bouwen. Plus de sfeer van amateurvoetbal waar je nog gewoon het veld op kan lopen. Al wat het is het wel ietsje ook allemaal met zijn posten en weet ik veel wat. Maar het ademt nog steeds amateurvoetbal. En dat is vergeleken met de profvoetbalwereld is dat wel fijn, moet ik zeggen. Wat je schetst, dat zal voor een deel niet meer terugkomen. Dus je hoort sentimenten van jammer dat er nu een tweede divisie is. Wat we gaan missen, dat zijn Kees de derbies, want IJsselmeervogels in de klasse lager zit. Maar hoe gaat in jouw beleving de topklasse de boeken in? Ja, ik ben het weer met iedereen eens dat het ik vond het ook, er was vooraf denk ik wel de nodige sepsis, zoals het nu ook weer is met de tweede divisie, maar dan met name door die tweede elftallen van betaalde clubs die daar aan in mee gaan doen. Vooraf was hier ook wel de nodige sepsis over, maar ik kan ook niet anders concluderen dan dat het een prachtige competitie is geweest met, je ziet ook verschillende kampioenen. IJsselmeervogels was de eerste kampioen, die hadden toen een prachtig seizoen. Maar die hebben daarna, die zijn alleen maar verder teruggevallen. Spakenburg 2 keer kampioen. 2 keer in 2 jaar tijd zelfs. Terwijl er normaal gesproken altijd 1 jaar of 10 of 12 tussen zit voordat ze kampioen worden. En dit jaar een hele verrassende kampioen. Ja. Dus, en qua toeschouwersaantallen denk ik dat dat ook nog wel mee is gevallen. Ik zag van de week een staartje voorbij komen met het verschil tussen toeschouwersaantallen zaterdag en zondag. Mm-hmm. Topklasse. Dat was behoorlijk groot. Al heb ik wel het idee dat sommige clubs regelmatig zoemelen met die aantallen. Dus En het leuke is denk ik ook wel dat misschien niet leuk voor hier, maar Spakenburg kampioen en het seizoen daarna bijna gedegradeerd. Katwijk gedegradeerd, weer kampioen. Het geeft iets aan over hoe dicht het bij elkaar ligt. Ja. Ja, soms wordt er geredeneerd dat het is de zwakte, maar ik denk dat het in dit geval eerder de sterkte van dit niveau... Ja. Over sterkte gesproken, we hebben FC Bunschoten. Vorige week zag u wel als kijker het dreamteam van afgelopen week. Elke week mag een gast hier zijn elftal aanpassen. Eén speler eruit, andere speler erin. Dat heeft geleid tot het optellen en dit zijn dan de beste 11 spelers... Die kregen de meeste stemmen van de gasten hier aan tafel. Dat zijn deze namen waarbij uiteindelijk 2 spelers van IJsselmeervogels, de Harder, Burgerhout, 5 van Eemdijk op de goal Ruizendaal, achter Jan-Pieter Hartog, Henry de Graaf, Bolland op middenveld, Selemi in de voorhoede en Sanders, Oost-Inje van Spakenburg, Lanting op middenveld en Van der Meijerakker. Kees, als je naar deze namen kijkt... Ja. Wie zou er eigenlijk in jouw visie wel bij horen als goede speler van een van de clubs? Ik zie Oost-Inje er ook bij staan, die wilde ik noemen. Of is dit het wel? Nou, ik zie Burgerhout er bijvoorbeeld in staan. Volgens mij heeft hij helemaal niet zoveel meegedaan dit seizoen. Dus de man die daarnaast staat, daar heb ik al wat dingetjes over gezegd, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ja. Hoewel hij wel 14 doelpunten heeft gemaakt. En ik wil ook nog wel wat positiefs over hem zeggen. In potentie, als hij dus gewoon normaal doet, is hij misschien wel de beste spits van de zaterdag topklasse. Mm-hmm. Omdat ik zelden een spits heb gezien die met beide benen zo hard kan schieten als Danny van der Meijerakker. Ja. Maar Hans van der Haar is ervan overtuigd dat hij een wereldvoetballer gaat krijgen. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Maar ik vind niet dat hij op zijn plaats is in dit elftal. Jouw kijker op, Ido...
Ik zou als eerbetoon aan zijn hele carrière en wat hij ook hier in Spakenburg heeft laten zien, Barry Dietewig eerste doelman maken. Hij zit hier op de reservebank. Verder, namen die jou, Eemdijk zal hier niet zoveel zeggen misschien. Ik zie ze te weinig inderdaad om te zeggen. Spakenburg hebben toch teleurstellend seizoen. Ik bedoel, de namen die erin staan, die hebben inderdaad... ik ben het nu ook met Kees eens dat Van der Meijrakker in potentie inderdaad geweldig is. En ook veel heeft gescoord. Dus hij is ook de beste spits van het dorp, als je het zo zou moeten zien. Dus hij hoort erin, al heeft hij het niet verdiend, omdat hij lang niet alles uit zijn potentie heeft gehaald. Ga maar kijken, als je kijkt naar de spits die IJsselmeerwals, misschien even naar de, tenminste dat dachten ze dan daar, en misschien dachten wel meer mensen dat even naar de tweede divisie zou schieten, Fred Benson. Als ik zie wat die heeft gepresteerd, voor een, ik denk toch wel die, dat hij voor een heel aardig bedrag naar IJsselmeerwals is gehaald. Als ik dan kijk wat die heeft gepresteerd, en dat hij nu zelfs in beeld is weer bij betaalde clubs. RKC. Dan weet ik niet wat voor scouts ze daar hebben. Maar dat vind ik ook... Die hebben net dat beeld gezien dat hij hem in de kruising schoot, denk ik. Ja, maar had hij, toen had hij er al wel 6 gemist in die wedstrijd. Wij sluiten de topklas af. We sluiten het Dream Team FC Bunschoot af. En we gaan even kijken naar volgend seizoen. En daarmee gaan we het ook afronden. Ido, volgend seizoen een derde divisie. Hij is meer volgens tweede divisie, Spakenburg. Laten we eens even wegdromen. Hoe gaat het eruit zien? Ja, dat wordt echt heel moeilijk weer te voorspellen. Want alles gaat anders worden. En dat vrees dat het allemaal minder wordt. Zeker qua beleving door die jong teams die erin komen. Jong profteams waar eigenlijk niemand echt geïnteresseerd in is. Je haalt heel veel derbies uit elkaar. De derby is weg. Ik denk dat... het goed is dat er een doorstroom komt. In beginsel omdat dat de competitie te goede komt. Strijd enzovoort. Alleen, ik denk ook met die eisen en zo. Hoe dat allemaal in de praktijk straks gaat lopen. Dat zie ik nog niet zo voor me eigenlijk. Nee. Ben je dan een beetje somber? Begrijp ik dat eruit? Nou, nee, weet je, net zei je geloof ik iets van terugblikken en dat het vroeger allemaal beter was enzovoort. Ja, dat hoor je altijd, dat hoor je. En ik merk het zelf, ik ben nog maar 33 en dat denk ik soms ook als ik naar jeugd kijk van, waar zijn die mee bezig? Maar als je er eenmaal in gaat verdiepen, dan blijkt er vaak ook wel weer nuance te komen en dan blijkt het allemaal wel weer goed te komen. Ja. Dus, ik vind het heel moeilijk om te voorspellen, omdat alles weer nieuw wordt. Maar ik denk dat het wel ook uiteindelijk wel weer op zijn pootjes terecht zou komen. Ja. Hoe kijk jij aan, Kees? Neem ons eens mee in jouw droom volgend jaar. Ik ben het ook nu weer in grote lijnen met Ido wel eens. Ik denk alleen wel dat die derde divisie waar IJsselmeerwals in zit, en dat is niet om de club af te kraken of zo, maar die vind ik toch wel heel sterk. Als je kijkt wat daar allemaal in zit, Quick Boys, ASWH is er nu bijgekomen. Harkemanse Boys heeft een heel sterk elftal. En dan vergeet ik misschien nog wel een paar ploegen. VVOG. Daar loopt Jeremy de Graaf nog steeds. Die is bij Spakenburg nog niet geslaagd, maar die schiet er gewoon bijna 30 in daar. Dus dan moet je toch wel wat kunnen. Dus ik denk dat het nog niet zo eenvoudig zal zijn voor IJsselmeerwals om volgend jaar die stap te maken. Hoewel ze wel een aantal versterkingen hebben gehaald, waar ik met name die Akla van DWS 33 bijvoorbeeld, die heb ik tegen Spakenburg in die laatste wedstrijd gezien, toen ze met 4-0 verloren, die beviel me heel goed. Dus ik denk dat ze daar veel plezier van gaan krijgen. Ja, en wat de tweede divisie betreft, om daarmee af te sluiten, dan ik denk dat dat wel een hele mooie competitie gaat worden. Ik blijf mijn vraagtekens houden bij die tweede elftallen, hoewel mijn tweede club ook vertegenwoordigd is met Twente. Met Jong Twente dan. Misschien je eerste club wel. Hoor. Ja, dan wil ik straks wel eventjes met je een weddenschapje om aangaan doen. Want ik ga even zeker dat Twente er gewoon in gaat blijven. En dat wordt vrijdag hopelijk al duidelijk. Maar ook daar zal het niet eenvoudig zijn om kampioen te worden. Omdat er nu ook wel een paar sterke zondagclubs, met name Linde, komt erbij.
Dan denk ik dat Linde, ja, ze zeggen zelf dat ze al blij zijn als ze bij de eerste 6, 7 ploegen zouden eindigen. Maar ze hebben daar wel wat neergezet, ook. AFC verwacht ik nog wel wat van. En ja, ik denk dat Katwijk ook weer een heel sterk elftal heeft voor volgend seizoen. En ik denk dat Spakenburg, wat ik er nu toe heb gezien wat ze gehaald hebben, dat dat er ook heel aardig uitziet. Ja. Dus ik hoop dat die ook weer mee gaan doen. We gaan het bekijken. Ja. En we gaan het ook met u doen na de zomervakantie met diverse gasten aan tafel. Dit seizoen gaan we bijna afsluiten. We zullen nog 2 weken hier actief te zien zijn en daarna ook onze zomerstop ingaan. We sluiten af in goede harmonie, want Ido en Kees waren het enorm met elkaar eens. Dus in dat opzicht kan het een fantastische zomer worden. Dat is vooral met mij eens. Ja. Ja. Nou, wat was jij niet met mij eens dan, Ido? Goed, dan gaan jullie straks even bakkeleien. Straks gaan we het over Twente hebben. Met jou eens. Ido Dijkstra, bedankt voor je komst naar de studio. Kees Duist, bedankt voor je komst hier. En u bedankt voor het kijken. We zien u weer graag volgende week.